Vissen met de vaste stok is de alleroudste hengelsportdiscipline die er is. Dit heb je nodig. Uiteraard een vaste hengel. Ze zijn er telescopisch. Dat betekent dus dat je hem zo kan uitschuiven. Dan heb je ineens vanuit een hengeltje van een meter een hengel van 4 meter. Naast de telescoophengel bestaat er ook een insteek- of een oversteekhengel. Dat is ook een vaste hengel. Maar het voordeel van deze hengel is dat hij uit losse deeltjes bestaat. Bijvoorbeeld als je een vis binnenhaalt, dan is het heel lastig om met een lange hengel die vis te scheppen. Dus dan steek je gewoon heel gemakkelijk een deeltje af. Komt die hengel wat dichterbij, komt de vis wat dichterbij. Schep netje eronder en dan is de vis binnen. En daarnaast kan je met een insteek- of oversteekhengel zelf de lengte bepalen waarmee je vist. Dus je kan bijvoorbeeld 2 of 3 deeltjes pakken. Vis gewoon met een lekker kort stokje in de kant. Pak je wat meer delen, kan je wat verder weg vissen. Het makkelijkste is om een kant-en-klaar tuigje te gebruiken. Die zijn vaak van goede kwaliteit en die bevestig je op je hengel via een kikker of via een connector. Een connector is een soort van kunststof bevestigingsclipje. Je kan ook een topelastiek aan zitten, dus als je een wat grotere vis wil vangen met de vaste stok, dan kan je deze gebruiken. En hier zit een hele mooie demping in die de klappen van een grote vis opvangt. Op deze hengel er zit een speciale lijnbevestiging, dat noem je een kikker. En dat zijn eigenlijk gewoon 2 metalen oogjes op je hengel. Daar kun je lijn omheen wikkelen en dan kan je dus zelf bepalen hoe lang de lijn is die er van afkomt. Wat wel heel belangrijk is, is dat als je lijn op de kikker hebt gezet, is dat je de lijn om je topje heen wikkelt, want anders krijg je een soort van pijlenboog. En dat wil je niet. Je wil dat de lijn geleidelijk over de hele top zit verdeeld. En dan uiteindelijk kan je hem deze of met een toprubbertje of met een connectortje vastmaken. Witvissen met de vaste stok is finesse. Gebruik dunne lijnen, kleine haakjes, lichte dobbertjes. Gebruik qua nylonlijn een dunne lijn van 1200ste, maximaal 1400ste voor als je bijvoorbeeld een grote brazer verwacht. En als je dobbertjes pakt, maakt niet zo heel veel uit wat voor vorm ze hebben, maar gebruik een maximaal drijfvermogen van ongeveer 1 gram. Dat betekent dus dat er qua gewicht maximaal 1 gram aan kan hangen. Dan kan je dat zelf bepalen wat voor hageltjes je eraan doet. Maak voor jezelf een rekensommetje. Heb je bijvoorbeeld een dobber met een drijfvermogen van 1 gram, pak dan 5 hageltjes van 0,2. 5 keer 0,2 is 1. En dan, als het goed is, komt de dobber dan onder water tot aan je rode pennetje. En je wil niet te veel drijfvermogen overhouden in een dobber, want een klein visje is niet zo sterk. En als hij trekt aan je haak en de dobber die gaat niet te makkelijk mee, dan spuugt hij zomaar je aasje uit en dan heb jij geen vis. Super handig om te kopen is een kant-en-klaar tuigenplankje. Deze kan je gewoon in de winkel kopen, kosten vaak 1 of 2 euro. Er zit al eigenlijk alles op wat je voor nodig hebt voor een vaste stok. Je lijntje, je dobber, je hageltjes en je haakje. En soms zelfs ook een toprubbertje. En die kan je zo kant-en-klaar op je hengel zetten. Als je klaar bent met vissen, kan je de lijn weer op het tuigenplankje zetten. Zet je een clipje erop en dan kan je deze zo weer mee naar huis nemen zonder dat het in de knoop raakt. Om te bepalen hoe diep je gaat vissen heb je een pijlgewichtje nodig. Je kan natuurlijk nooit van tevoren zien hoe diep een water is. En zo'n pijlgewichtje die doe je aan je haakje en die trek je dobber onder. En met dat pijlen kan je dus bepalen hoe diep jouw aas komt te staan. Maar daar hebben we ook een how-to over gemaakt. Qua haakmaten moet je denken aan haakmaatje 14, dat is dan een vrij grote haak, tot en met haakmaat 20, dat is een klein haakje. Je kan kant-en-klare onderlijntjes kopen, maar je kan ze natuurlijk ook zelf knopen. Neem ook altijd even een lokvoertje mee. Koop gewoon een zakje voren of brasemlokvoer. Leng het aan met wat water. Maak een paar mooie balletjes. Als je zo'n balletje bij je dobber gooit, komt er sowieso vis op af. En is de vangstkans wat groter. Het meest gebruikte aas om te witvissen zijn maden. Het zijn een beetje vieze beestjes. Maar je kan ze kopen bij de hengelsportzaak of bij een dierenspeciaalzaak. Bewaar ze op een koele plek, want anders gaan ze verpoppen en dan worden het vliegen. En dat wil je natuurlijk niet. Voor de visveiligheid zorg je ervoor dat je altijd een hakensteker bij je hebt, want als de haak wordt ingeslikt door de vis, dan heb je even een stekertje nodig. Daarnaast moet je altijd gewoon even een schepnet meenemen. Een pannetje is wel handig, fijnmazig. Pak ook altijd even een mooi onthaakmatje mee, want stel je voor, je vangt een brasem of een karper. Ja, die kan je natuurlijk niet zomaar het water uitliften, dus het moet allemaal even met beleid. En dan kan jij veilig vissen op witvis. Nu is je vaste stoksysteem compleet en kan jij vissen. Wil je meer informatie over knopen, montages en andere visserijen? Check dan even onze website www.vissendoeizo.nl.